Dames en heren, op 9 juni werden in ons land belangrijke verkiezingen gehouden. U hebt die dag uw keuzes gemaakt en de vertegenwoordiging binnen onze verschillende parlementen bepaald. Terwijl de democratie in vele landen onder druk staat, houdt ze bij ons stand. In mijn gesprekken met politici voel ik geen bitterheid, noch triomfalisme. Wel in tegendeel, waardigheid en een constructieve geest. De verkiezingsuitslag laat een mogelijke toenadering zien tussen politieke partijen, tussen regio's. Dit is een kans die we moeten grijpen om voor ons land een nieuw samenhangend project uit te tekenen. Het huidige momentum biedt voor de federale staat, de regio's en de gemeenschappen de mogelijkheid om beter samen te werken, uitgaand van de sterkten van elk niveau. Laten we aan een economie bouwen die ons land sterker positioneert in de wereld. Door het beschermen van onze maakindustrie, door het versterken van onze concurrentiekracht, door het ontwikkelen van onze expertisecentra. Laten we voordeel halen uit de nieuwe Europese context ten gunste van herindustrialisering. En laten we er ook voor zorgen dat de publieke en private sector goed op elkaar zijn afgestemd. Hun wisselwerking is essentieel op gebieden zoals onderwijs en onderzoek of op de arbeidsmarkt. Dames en heren, de voorbije jaren heeft België heel wat crisissen gekend. Ze zijn over het geheel genomen goed beheerd, maar dat heeft onvermijdelijk een aanzienlijke kost met zich meegebracht, die nu een onmiskenbare budgettaire hoogdringendheid tot gevolg heeft. Laten we ervoor zorgen dat de noodzakelijke hervormingen de kwaliteit van onze openbare diensten ten goede komt. Want die blijven onmisbaar voor de cohesie van onze samenleving en voor de reputatie van ons land. We hebben nood aan een verbindend project dat ook het hart van de mensen raakt en wederzijdse hulp en burgerzin bevordert. De politici die ik spreek zijn zich hier terdege van bewust. Dames en heren, we hebben net het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie afgesloten. Het heeft welverdiende lof gekregen. Het optreden van België heeft het mogelijk gemaakt raakvlakken te vinden tussen de lidstaten en soms heel tegenstrijdige standpunten met elkaar te verzoenen. We hebben, met andere woorden, de Europese samenwerking vooruitgeholpen. En dat hebben we bereikt, dankzij de inzet van al onze overheden en administraties. Net als in België begint in Europa een nieuwe legislatuur. Ook hier gaat het erom de Europese Unie nieuw leven in te blazen, als een verbindend project. Soms lijkt ze abstract, maar in werkelijkheid heeft de Unie een directe impact op het leven van haar 450 miljoen burgers. De Europese Unie maakt ons minder afhankelijk van de buitenwereld. Ze stelt onze naties in staat concreet vooruitgang te boeken op een groot aantal vlakken, zoals in de strijd tegen klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. En met Europa kunnen we ook op wereldvlak ons gewicht in de schaal leggen, met name in het ijveren voor wereldvrede en tegen elke vorm van geweld. Dames en heren, de komende 5 jaar zullen beslissend zijn voor de toekomst van Europa en van ons land. Nieuwe kansen bieden zich aan om onze veiligheid, onze welvaart en de waarden waarop onze democratische samenleving is gebouwd te versterken.
Laten we samen die kansen met beide handen aangrijpen. De koningin en ik wensen u een fijne nationale feestdag. Geachte parlementsleden. Hiermee verklaar ik de special olympics voor geopend. Comme ceci.